Ik sta hier op de preekstoel in de kerk en op deze preekstoel ligt een oude Statenbijbel. De woorden die hierin staan, die zijn prachtig geschreven. Deze Bijbel zijnde een geschenk van den heer C.M. van Gogh, boekhandelaar te Amsterdam, aan zijn broeder, dominee Theodorus van Gogh, die predikant is te Helvoort den 17 november 1872, op de dag der inwijding van het vernieuwde kerkgebouw in gebruik genomen en alzo in het jaar 1872. Dominee van Gogh, toen hij hier predikant was, die had een broer. Dat was voor Vincent Oom Theo en dat was een boekverkoper in Amsterdam. En die heeft in 1872 aan de toenmalig hervormde gemeente van Helvoort deze kanselbijbel geschonken. En wij zijn daar heel trots op natuurlijk en heel zuinig op dat deze bijbel goed bewaard blijft. We lezen er niet uit, want het is allemaal een gotisch schrift en dat is niet zomaar te lezen, maar de Bijbel ligt hier als een mooi aandenken.